Oh, goedemiddag. Ik ben hier op instigatie van het meldpunt verbaal geweld. Verbaal geweld? Niet seksueel geweld? Hoor je die grap? Hoor je die? Wij proberen vanuit de organisatie de oorsprong te achterhalen door enerzijds een gedegen voorbereiding en anderzijds een praktijkbezoek om te kijken waar de grieven vandaan komen. Dit klinkt niet echt interessant, oké? Het gaat namelijk om een buitenproportionele hoeveelheid klachten. Daarom zou ik u, mevrouw, willen verzoeken openheid van zaken te geven, ten einde ons inzicht te verschaffen, zodat wij kunnen handelen op een dusdanige wijze en kunnen staven of een aantal van deze correcte klachten goed behandeld zijn. Ik wil rek in mijn hoofd. Ik wil even breken, ik word knettergek van jou. Ik weet niet precies wat je aan het verkopen bent, maar ik ben duidelijk niet geïnteresseerd. Bestaat er mogelijkheid tot rondleiding? Rond idee. Ik begrijp wat je bent praten. Koffie, kom even. Deze man weer een rondleiding. Ik ben u zeer erkentelijk dat u deze opportuniteit mijnerzijds heeft kunnen aanbieden. Oké, God zegen jou ook. Dit is Pimpin, hij is onze leverancier. Als medewerker van het meldpunt verbaal geweld zou ik graag uit eerste hand dientengevolge u willen weten of u ooit dan wel immer verbaal bent aangerand ten tijde van uw arbeidsuitoefening. Het gaat hierbij voor het gebruik van woorden als spleetoog, toge lover, poep Chinees. Yolo, en om deze fase van het onderzoek niet te veel kostbare tijd te spenderen, zou ik van u graag willen weten, natuurlijk in confidentie, of u ooit bent uitgescholden. Ik ben uitgescholden. Jij bent uitgescholden. Fuck you met al. Hallo, Kavri, wat doet deze hulp? Hoe kan van jou hier? Ik kom als representant van het meldpunt verbaal geweld. En wij doen onderzoek en staving om te kijken of het aantal klachten wat bij ons is binnengekomen juist en adequaat is. Deze Jukker praat niet eens Nederlands. Waar heb je hem gevonden? Rwanda? Meneer, wij zijn volkomen gelijkwaardig. Hoe kan u zo tot me praten als zwarte man? Nee. Ik ben Hindustan. Ik ben niet zwart. Wij zijn... Laat me raden, donkerwit? Dan laat mij u dit zeggen, meneer. Mijn vader is een zwarte man. Mijn moeder is een witte vrouw. Wat maakt het mee dan? Licht zwart. Weet je... Sommige baby's, hè, hebben ze na de geboorte per ongeluk laten vallen. Maar jou hebben ze gewoon expres tegen de muur aangesmeed. Met je rotkop. Thunder of you. Agressief. Hey, wat ben je daar aan het schrijven? Hallo, Moses, wat schrijf je daar? Ik heb genoeg van u gehoord en u zou nog van mij vernemen. Kan je niet normaal praten? Rare Turk. Turk? Maar dat is discriminatie. Wij discrimineren hier niet. Hier bij FC Kip wordt iedereen normaal behandeld gelijkwaardig. Mevrouw... Thunder up you! Met je graftakkenfeest. Maar dit is ongehoord. Nog nooit heb ik zoiets meegemaakt. Mevrouw, als u op deze dusdanige wijze omgaat met uw medemens, dan verdient u het niet om hier te zijn. Beter pakt u de eerste de beste trein en gaat u van wat hier... Wat zei je? Oh, je wil me op de trein zetten? Net als die joden afvoeren? Is dat wat je wil? Je bent een discriminator. Aha. Ik ken ook mensen die joden kennen hoor. Ik ben zelf ook een keer ondergeduikt geweest. Was voor de belastingdienst weliswaar, maar het was dezelfde, oké? Want ik ben geen Anne Frans. Mij krijg je niet onder de kaas. Donder op, joh. Ik ga een klacht indienen voor jou. Dat ga ik doen. Nee. Kijk, klachten. Nee. Geen klacht. Kijk. We kunnen natuurlijk een... Ik kan het krassen. Kijkt u, ziet u? Ik kras het. Dan laten we deze geschiedenis vergeten. Vergeten? Bij deze? Ah. Weet je wat bij deze moet gebeuren? Een meldpunt moet komen. Weet je van wat? Nee. Voor je kop.